Wat is jouw naam? Geronimo. Mirelle. Ellie. Anneke. Elena. En de naam van uw kindje? Leander. Hoe zijn jullie daarop gekomen? Nou, dat heeft te maken met... Eigenlijk wilden we een aparte naam die niet te veel voorkwam. En eentje die internationaal uit te spreken is. Dus ook gewoon Nederlands en ook internationaal. Nou, het werd een meisje de eerste, dus die werd Bianca. En ik wou de eerste Madai noemen, maar dat vond hij geen leuke naam. Hoe komt u daar dan op? Ja, dat is nog uit mijn hippie-tijd. Want nu in 2018 zijn Lucas en Julia de meest populaire kindernamen. Wat vindt u van die namen? Nou, Julia vind ik wel mooi. En ik zou zelf mijn kindje niet zo noemen. Wat vind je van de namen Julia en Lucas? Ja, mooi. Ja, ik kan er weinig van zeggen. Hè, dat, Julia heb ik al 3 geboortekaartjes van gekregen dit jaar. Dus, een populaire naam in uw omgeving dus. Ja, zeker weten. Een beetje standaard namen. Gewoon normaal. Niks bijzonders. Wat denk je dat de meest populaire naam in 2019 wordt? Daar heb ik echt geen flauw idee. Wat is jouw naam? Mijn naam is Lucas. Dat is toch de meest populaire naam van 2018? Populairste naam van Nederland of van Nederland? Dat is wel grappig, ik kom namelijk zelf uit Brazilië en daar is het ook een hele populaire naam, Lucas. Ja, hoe zijn je ouders opgekomen? Het is een combinatie eigenlijk van de Bijbel eigenlijk. Voornaam is Antonio en dan Lucas en da Silva Ribeiro. Dat is een combinatie van allemaal christelijke namen. En wat denkt u dat in 2019 de meest populaire naam gaat worden? Nou, ik denk dat het nog wel een beetje in deze namen zal blijven. Misschien nog een meer oud-Hollandse naam. Wat denkt u nou dat het meest populaire naam in 2019 gaat worden? Ja, Romeo en Julia misschien.